I trying, but I don't have words for explain how we're living here, because it's not normal. We zijn in het Westland, een gebied in de provincie Zuid-Holland dat bekend staat om de glas- en tuinbouw. Hier werken in de kassen tienduizenden arbeidsmigranten. Veel van hen komen uit Polen. We zijn hier in een huis van een uitzendbureau waar dus de medewerkers vertoeven en slapen. Hans Tunissen runt een adviesbureau dat opkomt voor de belangen van de Poolse werknemers in Nederland. Vanavond wil hij ons een huis laten zien dat volgens hem niet voldoet aan de eisen. De bewoners klagen erover, maar de eigenaar doet niets. One shower for, I think, 60 person. Doors. Look at doors. Roland is een van de Poolse bewoners. Look at the floor. Hij wil ons wel wat voorbeelden van de slechte staat van het huis laten zien. Look at this. Het huis zelf is niet op orde, vinden ze. Vandaar dat we ook een onderzoek willen instellen. De 16 bewoners betalen per week €88 per persoon aan huur. Dat lijkt niet veel, maar bij elkaar opgeteld ontvangt dit uitzendbureau het absurde bedrag van €5600 per maand. Mouse. Dat is een lief mouse. No. Not dead. Een idiote huurprijs voor een bouwval waar de ratten en muizen regelmatig voor het oprapen liggen. Because this is not one mouse. Here is all. 5, 6, I think, maybe. Full. It's terrible for me. And I think the others, but they don't want. I want to talk about this because they scared. Roland laat ons de thermostaat zien met een kastje eromheen. Hierdoor kunnen de bewoners de temperatuur niet zelf aanpassen in het huis. Als dat wel gebeurt, betalen alle bewoners €50 boete. Zo staat er op het briefje op het kastje. If someone told to office something, they will crash you. They can. Don't pay you. Wat vind je ervan dat uitzendbureaus op deze manier omgaan met Poolse werknemers die in Nederland komen werken? Dat vind ik wel schrikbarend, want ja, de mensen worden eigenlijk uitgenodigd om hier te komen werken. En je moet het daar toch voor de mensen van hebben. En daar moet je zuinig op zijn, vind ik. Max, de oudere broer van Roland, wil ons ook iets laten zien. Hij maakt zich zorgen over het dak boven zijn bed, dat door vocht op instorten staat. Maar deze kamer heeft tenminste nog een raam. One room don't have window, you know. There is this big problem because there is fresh weather, you know. Sometimes this problem. Just look what my brother doing. Er zijn uiteraard ook wel uitzendbureaus die zich wel conform de CAO houden en toch proberen het netjes te houden, maar over het algemeen komen we wel veel misstanden tegen. Ja. In een reactie laat het bedrijf Efficient at Work, dat de woningen verhuurt aan de Poolse werknemers, aan ons weten dat al hun huisvesting voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. En dat er volgens hun gegevens niet 16, maar 12 mensen wonen. Over het zogenaamde slot op de thermostaat zegt het bedrijf dat dit uit voorzorg is gedaan. Omdat de bewoners anders de thermostaat op 28 graden zetten. Om de kipfilet te laten ontdooien op de verwarming.